Dag lieve mensen, daar zijn we weer. Het is vandaag een zondag. Ik ga met jullie de week afsluiten, of eigenlijk een maand afsluiting doornemen. Ik heb gisteren natuurlijk de kerststaffing gedaan. En heb ik een klein beetje wisselgeld dat ik nog had, heb ik eruit gehaald. En dan ga ik nu eens even kijken wat ik over had van afgelopen week. Sowieso 5 euro. Ik had ook statiegeld ingeleverd. Het was 3,50 euro uit mijn hoofd. Hallo. Dus ik heb een mooi goedje aan kleingeld over. Dus dat is dat. Waar ga ik mee beginnen? Ik ben echt de helft vergeten. Ik ben helemaal vergeten de kilometerstand en de zero's challenge te doen. Dus dat gaan we maar eventjes achter de schermen doen. Weg achter de schermen. Ik ben ze glad vergeten om het nu te doen. Dus deze sta ik nu even over. Dus ik heb me fantastisch goed voorbereid. Verrassing. Dan maar gewoon naar de maand challenge. Voor de eurotjes en de 2 eurotjes. Kijk hoor. 2, 4, 6, 8, 10. 11, 12, 13 euro. Wauw. Dus 3,50 van het kleingeld is sowieso dus van statiegeld. Goh, kom ook weer lekker uit mijn woorden vandaag. Oh, 13 euro. Mensen, kinderen. Dat is veel. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Ik wil voor de zekerheid even tellen. Nou, als het zo doorgaat, is oktober snel vol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Hierna nog 5 euro, dan heb ik oktober alweer vol. Wauw. Doe je goed. Het is echt lekker weer buiten. Tenminste, het is al goed koud, maar het zonnetje schijnt wel heel lekker. Dus daar ben ik wel blij mee. Dat we toch nog iets vitamine D kunnen opzuiven. Want voor je het weet, kan het niet meer. Oké. Dus ik denk dat ik zo eventjes lekker een rondje in het bos ga lopen. Want daar is gewoon mooi weer voor. Kijk eens aan. Dat is dat. Dus 13 euro gaat in mijn spiggy. Dat is dan weer gedaan. Even droog wapperen. Voilà. En dan gaan we naar de kleingeld challenge. Kijk hoeveel we hierin kunnen stoppen. Hier heb ik 50, 1, 1,20, 1,40, 1,60, 1,70. 1,80, 1,85. Dat is een mooi bedragje. 1,85. Ik heb hier 1,50, 1,70. Hallo. 1,75, 1,85. Oké. Die zijn ingekleurd. En deze mogen hier bij een. Kom maar op. Oké. Deze ook gezellig hierbij in. En dan heb ik alleen dat vijfje nog even te doen. En die gaat natuurlijk bij de 5 euro challenge erin. Even meewerken. Dus 5 euro. We zitten nu bij hem. Oké.
Oh, deze even droog wapperen. Kijk eens aan. Dat is dat. En dan ga ik de weekbudget voor komende week erbij pakken. Ik heb maar 1 week gestuft. Want ik heb besloten om vanaf nu iedere 4 weken te gaan stuffen. Want ik krijg gewoon per 4 weken betaald. Dat is nu sinds een jaartje zo, denk ik. En voorheen kreeg ik echt iedere week betaald. Tot ik het overgezet had. Maar ik wil het nu gewoon per 4 weken gaan stuffen. En ja, we gaan het dan even zien hoe dat gaat, hè. En mocht ik in de toekomst toch ook echt per maand betaald worden. Mocht ik ooit in dienst genomen worden, zal het natuurlijk heel leuk zijn. Dan krijg ik gewoon iedere maand betaald. In ieder geval, voor nu wil ik het zo proberen. Ik heb hier 50 euro, maar ik wil even kijken of ik met een klein geld of dit toevallig al 5 euro is. Dan ga ik het even wisselen natuurlijk. Oké. Even checken. Dat is 1, 2, wacht even hoor. Ik denk dat ik het heel moeilijk doe. Even 2 keer 1, 10, 20, hier komen, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1, dat is 1. Dan heb ik 20, 40, 60, 80, 2, 20, 40, ja. Hoe ga ik dat nou? Ik kan gewoon even niet logisch nadenken. Weet je wat? 1, 2, 3, 4, 5. Dit is in ieder geval 5. En ik doe zo lekker moeilijk. Ik doe het alsnog verkeerd. Nog 1 keer. Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. Nog 1 keer, hè? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. En nu 70, 90. 1,40, 1,60, 1,80, 2, 20, 40, 60, 80, 3, 4, 5. Ik kan wel een beetje tellen, maar ik doe het gewoon graag moeilijk, denk ik. Blijf ook maar een mens, hè. Dus 5 euro een kleine meuk. En de rest gaat hierin. En dan ga ik dit 5e bij de Kleingeld Challenge in doen. Deze gaat hierin en dan gaat dat 5e hier zo bij je. En dan is dat gedeelte alweer gedaan. Yay! In ieder geval, dit is hem alweer. Ik ga er een einde aan breien. Er komt vandaag sowieso nog een weekafsluiting. Of, hè, verdorie. Een weekmenu en boodschappen shoppen. Gaat hartstikke goed. Dus ja, dat ja. Ik wens jullie een hele fijne zondag nog en tot volgende week. Doei doei!